Hallo allemaal, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe energie-update. De energie-update van 29 april tot en met 5 mei. We gaan vandaag eens kijken wat de komende week in het vizier heeft. Nu blijven er natuurlijk, ondanks dat ik intap op de energie van komende week, blijven het tijdloze berichten. Dus mocht je deze video op een heel ander moment zien, weet dan dat het in alle tijden toch ergens een boodschap voor jou in zit. Nu gaan we dus vandaag eens kijken wat er naar voren gaat komen. Ook wil ik even doorgeven dat ik de laatste hand aan het leggen ben aan de sterrenbeeldreadingen. Die komen aankomende week ook nog online. En dan komt er wel weer een energie-update volgende week. Maar daartussendoor komt er geen video meer online. Ik heb even een weekje pauze ingelast. Vakantie hier ook met de kinderen. Dus de energie-update vandaag en volgende week komt wel gewoon. En ook de sterrenbeeldreadingen komen. Dus jullie zullen er niet heel veel van merken dat ik er niet ben. Maar dit is wel voor de persoonlijke reading aanvragen dat ik er een weekje niet ben. Om deze te beantwoorden als er mail binnenkomt of aanvragen binnenkomen. Dus dan zijn jullie daar in ieder geval van op de hoogte. Dat ik er een weekje even op dat gebied tussenuit ben. Maar zoals ik al zei, jullie zullen er niet heel veel van merken op YouTube, aangezien de video's van de sterrenbeeldreadingen ook gewoon deze week online komen. En volgende week als ik weer start, dan neem ik de nieuwe energie-update weer op. Dus jullie hebben er geen last van, waarschijnlijk op YouTube. We krijgen als eerste kaart observeren. Dus we gaan eens even kijken, tot waar kan ik die kaarten leggen? Zo'n beetje, denk ik. Geduld hebben is momenteel voor de komende week belangrijk. De kaarten duren lang om te shuffelen en we krijgen ademhalen erbij. Observeren en ademhalen. Dus even in die ruststand, eventjes pas op de plaats. Kijken, evalueren, voelen wat voor nu van toepassing is. Niet overhaaste beslissingen gaan nemen, maar gewoon echt vanuit rust. Kijken, wat voel ik, wat ervaar ik, wat mag ik zien. Ook het grotere geheel gaan bekijken. Hoe kan ik dit weergeven? Wat betekent dit voor mij? En we hebben de X. Forces working against you. Dus er werkt jou iets tegen. En dat kan al zijn waardoor jij even stil mag staan, pas op de plaats mag maken, voelen wat kan ik je mee, hoe kan ik dit vormgeven, hoe kan ik dit veranderen. Soms kan het ook zijn dat je voelt van nou, ik mag hier ook niks mee, dus dan mag je het loslaten. Maar dit kan al een gevoel zijn van dat je zoiets hebt van oh, het gaat allemaal lekker en ik zit lekker in mijn flow. En in één keer extern krijg je te horen, oh, je kind heeft een lekke band, je mag weer daarheen rijden. Of er is weer iets gebeurd waardoor iemand in jouw directe omgeving ondersteuning nodig heeft, geopereerd is en jij wil ondersteunen qua mantelzorg momentje. Zo'n dingetjes kunnen er dan allemaal gebeuren, waardoor jouw tijd weer opgeslokt wordt. Even rustig blijven, goed blijven gronden, goed blijven ademhalen. En dan voelen van oké, wat kan ik hiermee? Kijk, net als iemand ondersteunen om een fiets op te halen of naar een operatie, dat snap ik helemaal. Maar er zullen ook momenten komen waarbij jij ook nee zou kunnen zeggen. En dat je dan weerstand krijgt van de situatie of persoon waartegen jij nee zegt. En dicht bij jezelf blijven is dan de enige oplossing wat je kunt doen. En we krijgen Seahorse, Family Matters. Dus voor sommigen kan het zeker wel te maken hebben met familiesituaties, waarbij je dus nu iets naar de oppervlakte gaat krijgen. We hebben ook de Bear. Denk je especially in money matters? Dus het kan rondom familiezaken zijn, waarbij het ook gaat om het financiële stuk. Waarbij mensen dus misschien wel om erfenis of dat soort elementen moeilijk aan het doen zijn. Hoeft totaal niet nu al te zijn. Hè? Kan ook over een tijdje zijn. En we hebben de scissors. Disappointments in some affair. Voor mij voelt het
dat je teleurgesteld gaat zijn, maar dat je ook beslissingen gaat nemen of dat je wel of niet in deze verbinding doorgaat. En dan kun je denken aan als het zeg maar een negatieve verbinding is waar je in zit, hè? Al is het met familie, dan kan het ook te maken hebben dat je zoiets hebt van ik ga wat meer afstand nemen, ik ga voor mezelf kiezen en ik ga evalueren hoe ik dit kan aanpakken. Nu kan het zijn dat je ergens nog niet onderuit kunt komen of nog niet ontkoppeld van kunt worden, omdat er nog een afwikkeling ergens in is. Maar van de andere kant kun jij jezelf wel beschermen qua energielaag. Kun je wel een bepaalde bubbel om je heen zetten. Wat ik al vaker zeg, hè? Je ziet het als een luchtbelbubbel. Ga daarin zitten en alle positieve kunnen door de hele fijne gaatjes heen perforeren. Maar al het negatieve wat groter is, kan niet door die fijne gaatjes heen en kets je dan automatisch af. En dat is waar jij bewust mee bezig mag gaan om je beter af te schermen, om je omgeving veilig te stellen daarin. Omdat jij aan het ontwikkelen bent, is jouw energieveld ook kwetsbaarder. Is jouw, staan je voelsprieten. Ik zeg altijd, je hebt voelsprieten. En sommigen die zijn aan het ontwikkelen en die gooien die voelsprieten heel ver uit, net als een vishengel. En haal die vishengel met die voelsprieten maar eens in, binnen jouw bubbel. Dan zul je ook merken dat je daar meer rust in kunt gaan krijgen. Dat het jou minder gaat raken en minder energie gaat kosten. Want dat is ook een stukje dat het energie kan gaan kosten. Maar goed, we gaan eens even met de tarot verder. We gaan eens even kijken wat er bijgelegd mag worden. Wat mogen we weten voor deze aankomende week? We krijgen de Hermit. Even terug in je bubbel om te voelen waar mag ik heen? Want we krijgen de Temperance ernaast. Waar wil je aandacht aan geven? Wat vind jij belangrijk om aandacht te geven? Of waar wil je juist minder input in steken? Jouw horizon is al breed. Alleen innerlijk mag jij nog daar een balans in gaan vinden van hoe kan ik dit vormgeven in het aardse stukje, in de buitenwereld. Want al heb jij jouw eigen stabiliteit, jij wordt getest de komende tijd. Er is natuurlijk die maanenergie ook een goede van in schorpioen. De komende 2 weken zijn er ook mee gemoeid. Dus we zijn allemaal in die testfase. En het is aan jou, hoe ga ik ermee om? En we krijgen de 6 van munten erbij. Dus die balans zien te vinden. Wat ik al zei, waar geef je energie aan en waar niet? Nu zit in de originele tarot zie je ook iemand die aan het bedelen is, maar de zakken achter in de kontzak gewoon vol heeft zitten met etenswaar. En dat is dus waar jij dus nu je eigen voor gaat behoeden. Dat jij niet ingaat op mensen die het eigenlijk al voor zichzelf kunnen fixen. Maar je gaat erop in voor mensen die je wel zou kunnen ondersteunen. Bijvoorbeeld de persoon die geopereerd wordt. Of je kind die een lekke band heeft en die staat 2 dorpen verderop. En het is ontzettend ver om te lopen. Of het regent heel hard of wat dan ook. En dat je dan ter hulp schiet. Maar niet voor de mensen die over jouw rug om beter willen worden. Daar gaat het dus om. Dat je daar inzichten over gaat krijgen de komende tijd. We krijgen de page van staven erbij. Je gaat dus nieuwe lessen leren. Maar vooral luisteren naar je innerlijke stem. Luisteren naar de omgevingsgeluiden wat er naar voren komt. Maar ook naar de boodschappen die het universum jou aanbiedt. En dat is waar de komende periode veel zicht op gaat komen. Want innerlijk krijg je heel veel dingen door. Maar je kunt het misschien in het aardse stukje nog niet helemaal filteren hoe dit voor jou werkt of hoe je dit kunt laten werken. En daar mag je langzaam in groeien. Langzaam in groeien, maar ook langzaam dingetjes wat niet meer voor jou geldt achter je laten. Het ontkoppelen van elementen wat niet meer voor jou werkt. De 2 van munten krijgen we erbij. Je gaat naar die rustige vaarwater toe waarbij je dus eventuele toestanden los kunt koppelen. Dingen wat tegen jou werkt, los kunt koppelen. Maar je kunt eerst beter kijken, wat kan ik eraan doen dat dit stukje wat hier bijvoorbeeld ligt,
mij niet meer zo kan raken. En dan kom je weer op dat punt van je eigen goed afschermen, je goed gronden. Die bubbel om je heen met dat beveiligend schild van negatieve invloeden buiten laten. Ook als het heel intens is, kun je het visualiseren dat om die bubbel een spiegelfolie zit. Dat alles wat negatief is tegen die spiegel aanketst en teruggaat naar de afzender. En dat je dan zoiets hebt van, het raakt me niet meer. Je haalt minder bagage van anderen binnen in jouw energetisch veld, waardoor jij minder belast gaat worden. Waardoor jij minder last er ook van hebt en dus lichter gaat voelen. En de ander, die dus normaal die lichtheid voelt, omdat jij al die zwaartekracht op je neemt en in jouw spons opzuigt of in jouw voelsprieten meeneemt, die krijgen het dan zelf weer voor de kiezen. Dus het stukje ontkoppeling is daar heel belangrijk in. En als je dus in een situatie zit waar jij nog niet van ontkoppeld kunt raken, dan is dat beschermend schild heel erg belangrijk. We krijgen de 9 van munten erbij. Heel erg mooi. Oh, er vliegt er al gelijk weer in. De ridder van staven. Dus jij gaat in een situatie komen waarbij jij weer comfortabel in jouw zetel zit. Dat jij weet van oké, als ik dit doe, dan kan ik mijn balans hoog houden. Dan krijg ik mijn passie in het leven weer terug. Dan weet ik hoe ik het allemaal vorm kan geven. Ondanks als ik dan weer getest ga worden door externe factoren. Je krijgt hier zicht op. En dat zicht ga jij met gemak ook toepassen. Maar het is wel een twijfelgeval. Mensen die dus proberen toch continu weer in jouw auraveld te komen. Je moet het zo voorstellen. Dit is even die bubbel waar je in zit. Hè? Dit is die bubbel. Nou ja, je zet die bubbel 's morgens, zet je die intentie dat je die beschermend schild om je heen hebt. En dan ga jij naar het werk. Of je gaat de stad in. En pik, 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 pik. Er wordt van alle kanten ingepikt. En als er maar lang genoeg op één punt gepikt blijft worden, dan heb je kans dat er een gaatje gaat komen. Waardoor het toch tot je door gaat dringen. En als dat gaatje er is, dan kan al die anderen kunnen er ook naar binnen komen. Hè? Dus heb je het gevoel, ik ben ergens en ik heb weer het gevoel, ik word leeggezogen of het raakt me. Zet die nieuwe intentie, zet die bubbel. Zend al het negatieve uit die bubbel. Zet die nieuwe intentie van die bubbel weer opnieuw. Zodat al het negatieve eruit is. Weer die nieuwe bubbel eromheen. En dan begint het weer opnieuw. Hè? Beginnen ze weer opnieuw te prikken. Oké. Nou, blijf nu wat langer stand houden. Want je bent er bewust van dat dit kan gebeuren. En op een gegeven moment zitten ze weer op dat punt. Oké, er komt weer een gaatje. Sjoep. Al die negatieve invloeden gaan weer naar binnen. Want negatieve invloeden kunnen heel sterk zijn. Hè? Dan kan je bubbel door kapot prikken. Nou, huppatee. Gooi al die negativiteit er weer uit. En je inzet die intentie nog een keer, maar dan met een versterkend schild. En dit, doordat je dit continu blijft herhalen, ga je dit integreren en dan zul je op een gegeven moment op een moment komen dat jij het 's morgens die intentie kunt zetten van die, van die bubbel om je heen en dat het ook wel bijna tot de hele dag met zich meegebracht gaat worden. Dat er niemand meer doorheen kan komen. En daar ga jij naartoe groeien. En dat is dus waar ze hiervoor waarschuwen. Van, je zet een intentie, je zit op je plek, maar pas wel op. Want ze kunnen je nog steeds schaden als jij die bubbel niet in stand houdt. En dan kun jij naar die heelheid komen. Dan kun jij naar dat proces groeien van die 10 van bekers. Dus er is werk aan de winkel. We krijgen ook de 4 van staven erbij. Maar op dat moment, als jij die clue ontdekt hoe het werkelijk in elkaar steekt, dan kun jij iets doorbreken. En dan kun je het leven weer gaan vieren en een nieuwe stabiliteit neerzetten. Dit zie ik ook vaak als de 11-11 boodschap. De engelenboodschap. De 11-11 poort. Of je ziet veel 11 uur 11. Allemaal 11 engelenboodschappen die aan willen duiden. Je bent op het goede pad. Jij mag het leven straks weer gaan vieren. Al is het misschien nu even een beetje, ja, en disbalans. Je gaat het wel weer terugkrijgen, ondanks dat je dan toch weer getest gaat worden. En of dat dan nou van familiaire stukken zijn, of dat dit echt gewoon de buitenwereld om jou heen is. Van je werk, je vrienden, je kennissen, je buren. Het maakt niet uit waarvan, maar het gebeurt. En het is aan jou, hoe blijf ik in stand? Hoe blijf ik die bubbel, ja,
compleet houden, hè? Zonder gaten erin. Ik heb ook ooit, ik denk alweer 2 jaar geleden of zo, onder topics in mijn playlist een video gepost over gronden en aarde. En daar heb ik het ook over auralekken. En die auraleks, dat is dus eigenlijk wat ik bedoel ook met die bubbel. Dus mocht jij daar interesse in hebben, kijk dan even in mijn playlist. Als ik eraan denk, probeer ik ook het linkje beneden in de berichtenbox te posten. Zodat je direct door kunt klikken. Dat zijn allemaal elementen wat ik toen opgenomen heb. Ook in Jip en Janneke taal. Om mensen helder te krijgen wat het nu eigenlijk betekent om je eigen goed te beschermen. Want het leven kan pittig zijn. Mensen in een negatieve energie kunnen je leegtrekken. En dat zou heel erg jammer zijn omdat jij jouw energie gewoon juist in een mooie stroming probeert te krijgen. En dat je daar ook probeert standvastig in te blijven. Het vast probeert te houden. Ik pak als boodschap nog een engelenboodschap ook nog erbij. Ik krijg last van mijn keelchakra, dus het is een teken dat mensen soms niet uit durven spreken. Misschien omdat het familiair is dat jou iets dwars zit of wat dan ook. Probeer dus eerst even goed te centeren, goed je eigen af te schermen, goed te gronden. En ga dan even voor jouzelf evalueren, hoe kan ik dit netjes verwoorden? Zonder dat ik vanuit emotie praat, zonder dat ik het gevoel heb dat ik een ander voor het hoofd sla, want dat kan natuurlijk ook, hè. Want er zullen teleurstellingen gaan komen, maar grijp dit niet naar jou aan. Want als het woordje nee ook niet geaccepteerd wordt, ligt dit bij de ander en niet bij jouw element. Of dat mensen het ombuigen dat jij dan weer iets niet goed hebt gedaan, of dat jij dit of jij dat. Dat is de onzekerheid van een ander en dat is de negativiteit van een ander die naar jou geprojecteerd wordt. Door wat dan ook, hè. Kan door jaloeziteit zijn of welk item dan ook, probeer dit echt te ontkoppelen. Want van die mensen moet je niet te veel tijd af willen geven. Want jouw tijd is gewoon belangrijk om aan jezelf en je positiviteit te spenderen. We krijgen als kaart voor de engelen kracht. Engelen van kracht. Benader deze situatie met liefde en meedogen. Je hebt de kracht hiervoor, alles komt in orde. Dicht bij jezelf blijven, vanuit die liefdevolle energie iets overbrengen naar de ander, al is het misschien iets wat de ander niet wil accepteren. Zolang jij dit vanuit liefde doet, breng jij een positieve energie over naar een ander. En dan is het aan de ander wat de ander ermee gaat doen. En als de ander dit verkeerd oppakt, laat het dan ook los. Dit is hem of haar eigen pad. Hem of haar eigen proces. En daar hoef jij niks aan mee te werken. Dat is niet meer aan jou. Ondanks dat jij dit misschien heel lang vol hebt gehouden om dit de hand boven het hoofd te houden. Of iemand ergens uit proberen te trekken. Als de persoon daar nog niet klaar voor is, dan heeft dat totaal geen zin en mag je dat ontkoppelen. Lieve, lieve ziel, dit was vandaag de energie-update voor komende periode, voor komende week. Ik wens jullie een hele mooie week toe. Hou even het kanaal in de gaten voor de sterrenbeeldreadingen voor mij. En dan ben ik volgende week gewoon weer fris en fruitig terug met een nieuwe reading. Doei doei!